Gaat Wim Kok nog een periode door of houdt hij op? Dat is de vraag bij het congres van de Partij van de Arbeid morgen. Maar het antwoord kon best nog eens een tijdje op zich laten wachten. En dat roept in de partij vervelende herinneringen wakker aan de jaren 80. De opvolging van Joop den Uyl, die maar niet rondkwam. De kroonprinsen, die werden afgeschoten voor ze konden aantreden. En die herinneringen zijn wij daarom maar eens uitgebreid gaan ophalen. Met die kroonprinsen. Opvolgingslessen voor Kok. In... Goedenavond. Over de opvolging van Joop den Uyl werd voor de eerste keer gespeculeerd in 1971. Hij was toen net 4 jaar partijleider en zat nog niet zo vast in het zadel. Maar hij bleef. Hij werd in 1973 premier van een inmiddels legendarische regering, de meest linkse ooit in ons land. Behaalde daarna nog een onwaarschijnlijke verkiezingsoverwinning in 1977 en leek op dat moment haast onaantastbaar. Maar dat bleek meteen het keerpunt. Bij de onderhandelingen rond een tweede kabinet den Uyl overspeelde hij zijn hand en zag de fietsende antipoliticus van Acht er met de buit van doorgaan, samen met Hans Wiegel. Zat toen voor 4 jaar in de oppositie, mopperde daar over gebrek aan vernieuwingswil en strijdpunten en werd zo bitter dat het achteraf gezien misschien toch tijd werd dat hij... Maar geen denken aan. Dat tweede kabinet den Uyl, dat moest er komen. Daar was iedereen in de partij het over eens. Hij moest juist door. Hij schoof in 81 alles beter dan nog een keer oppositie, zelfs aan in een kabinet onder Van Acht. Of eigenlijk meer naast Van Acht. Want zijn ministerschap werd opgetuigd met zoveel extra taken dat hij een zogeheten superminister werd. Die de minister-president bij bijna ieder denkbaar vraagstuk de voet dwars kon zetten. En dat dan ook deed. Het werd een ramp, een sfeer om op te schieten, niets kwam van de grond, er moest bezuinigd worden, de werkloosheid steeg en de partij raakte daarbij verdeeld over zo'n beetje alles, van de ziektewet tot de kruisraket, een ontluistering. En in die sfeer, mei 1982, toen het kabinet na 9 maanden van ellende in elkaar gezakt was, waren het tenslotte de PvdA-collega's in dat kabinet die elkaar aankeken en besloten dat het tijd werd voor een goed gesprek met Joop. Op de avond van de 19e mei. Dat ministerie van Volkshuisvesting, dat zat in barakken. Dit was de eerste barak waar je tegenaan liep. Daar zat de ministerskamer. Een grote kamer. En als je het raam uitkijkt, dan liepen daar kippen. Je kon iedereen zien die daar binnenkwam. Een ruime kamer, maar iedere luxe ontbrak. Ik zie ze nog allemaal zitten. Hoe zaten ze? Ja, in een soort, het was een soort kringgesprek zoals je het tegenwoordig op de kleuterschool ook wel hebt. Hè. Daar zaten de bewindslieden. Van de Stoel zat daar. Van der Lauw zat daar. Nee, ik zat rechts van Joop, dat kan ik me nog herinneren. Ik zag hem... in elkaar duiken. Marcel zat recht tegenover me. Bij de ministerstafel. Daarvoor in een stoel. Moet laat op de avond geweest zijn, want vooraf ben ik nog naar een concert geweest van Yves Montand. Op een plek, niet te ver hier vandaan. Dan gaan we toch heen, wat voor regering er ook zit. Ja, en daar heer. Ja. Het trekt er nog even hard aan, hè, die paar weken voor de verkiezingen. De bedoeling was dus met name te spreken over wie er nou de toekomstige lijsttrekker moet worden. Want er zou dus in het jaar 82, al vrij snel rond de zomer, zouden verkiezingen zijn. Moest een verkiezingsprogramma geschreven worden. Nou, ik was bezig met het verkiezingsprogramma te schrijven op verzoek van den Uyl. De vraag ging over de vraag met name die aan de orde was. Moest Joop den Uyl weer lijsttrekker worden? En daar is zeer uitvoerig toen over gesproken. Maar om heel kort te zijn, zei iedereen tegen den Uyl, je moet ermee stoppen. Je moet terugtreden. Dat was eigenlijk de boodschap die daardoor iedereen uitgesproken werd. Den Uyl wilde weer lijsttrekker worden. Binnen dat
de mensen die daar zaten bij die ministers vonden dat het eigenlijk niet het geval moest zijn. Dat hij te veel afgebladderd was. Dat ook zijn gezag ook in het kabinet te veel afgenomen was. Dat hij toch door zijn moeilijke verhoudingen met de vakbeweging niet zo'n overtuigend lijsttrekker zou zijn. En dat hij dat eigenlijk maar niet moest doen. Ik denk dat bij iedereen het algemene gevoel was dat hij het gehad had. Hij was ook een omstreden figuur geworden in de politiek. Ik denk ook niet dat andere partijen nog zo makkelijk hem geaccepteerd zouden hebben als eerste minister. Dat gold zeker voor het CDA. Dus ja, een complex van overwegingen dat het en voor de partij, maar ook voor het land in de zin van kabinetsformaties, dat het beter zou zijn als hij terug zou treden. Het was een heel pijnlijk moment. Ongelooflijk pijnlijk moment. Ik word er ook liever niet aan herinnerd. Pijnlijk voor Joop den Uyl. Pijnlijk voor de trouwe vrienden van Joop den Uyl. Het was bijna een soort vadermoord. Maar het gebeurde wel. Hoe moeilijk was dat om dat tegen den Uyl te zeggen? Het was moeilijk. Zoals ik al zei, we hadden allemaal grote bewondering voor hem. Voor wat hij had gedaan vanuit de 60e jaren, de 70e jaren. Succesvol kabinet ten Uyl. Het ging daarna al minder in de oppositie natuurlijk, maar toch. Hij was ook de politiek leider. Hij was de man die de visie had. Hij was de man van de kwaliteit, om de kwaliteit van het bestaan. Hij was de man die ook in het kabinet en ook in de oppositie voortdurend in beweging was en nadacht. En ook mensen dus om zich heen kon binden daaraan. En dat was bij ons allemaal het geval. Dus dat was lastig om dat te zeggen. Maar we vonden het wel noodzakelijk om het te zeggen. Je doet dat een man waarvan we toch allemaal ook wel hielden. Ja, die doe je pijn en dat. Er werd weinig bij gelachen. Hoe reageerde hij erop? Hij reageerde niet. Nee, hij hoorde het aan. In mijn herinnering althans. Hij hoorde het aan. Toen werd er ook gepraat over de vraag wie dan Den Uyl het beste kon opvolgen. Ja. En waar kwamen jullie toen op uit? Van der Lauw. Ik geloof, ik weet niet meer precies, maar ik geloof dat ook daar unanimiteit over bestond. Dat het beste zou zijn dat als Den Uyl zou terugtreden, dat Van der Lauw hem zou opvolgen. Ik was van mening dat Wim Kok lijsttrekker moest zijn. Dat heb ik toen ook gezegd. En ik was, denk ik, ik weet het niet helemaal precies meer, ik was daar de enige in, geloof ik. Er was geen voorspel aan vooraf gegaan in de zin van we gaan dat doen en dan gaan we jou noemen of wat dan ook. Tekende ook de goede verhoudingen met Omer ten Uyl, dat er niet gekuipt werd, zal ik maar zeggen, maar dat daar rechtstreeks werd uitgesproken. Zijn dit uw laatste uren als minister? Nou, een poosje weten we meer. Hoe ziet het Van der Lauw was redelijk populair. Het is een grote bindende figuur. Hij had die geschiedenis van dat hij links stond in de Partij van de Arbeid. Dus wij dachten dat hij ook de linkervleugel in de partij zou kunnen binden. En in dat kabinet had hij ook een goede rol gespeeld, vond iedereen. Ja, hij komt toch uit de heffen des volks met een vrij beperkte opleiding. Mulo A zonder algebra en meetkunde. En natuurlijk af en toe wel eens wat bijgeleerd nog, later. Maar dat is achtergrond. En dan is het toch prettig als blijkt dat je in elk geval meedoet. En dat mensen je zijn gaan waarderen en erkennen. Bedankt. Ik heb begrepen dat iemand een pannenpunt naar voren wil brengen. Oh, gewoon 1 minuut hoor. Ik moet er wel 1 ding bij zeggen. Dat iedereen zei vervolgens, Joop, je bent van zo'n grote waarde geweest voor de sociaal-democratische beweging. Als je zelf niet de neiging hebt om het uit handen te geven en je zegt ik wil toch doorgaan, dan staan we achter je. Dan zullen we je ook verder weer helpen en zonder rancune. Jullie gingen op een gegeven moment weg in het holst van de nacht. Ja. En wat dacht u toen?
Ik dacht dat die zou terugtreden. Dacht ik. Ja. Waarom? Nou ja. Als iedereen, al je collega's, zeggen dat je dat beter kan doen, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om dan te zeggen, ja, sorry. Ik blijf toch maar zitten. Ik werd gebeld de dag, denk ik, daarop. Met Den Haal om gewoon samen erover te praten. Ik geloof dat ik heel spontaan en heel direct, ook omdat ik er erg buiten had gestaan en dus ook dat, ja, als waar niet in meegegroeid was, reageerde met, nou, er is geen sprake van, de partij zal het absoluut niet willen, jij moet de verkiezingen in met ons. Dat is ook verreweg het sterkste wat we hebben te bieden en we moeten verdedigen wat we gedaan hebben, daar moeten we voor staan. En ik snap wel wat de anderen zeggen, maar dat is niet goed. En ik moet zeggen, nadat ik daar zo duidelijk in was geweest, ook daarna onmiddellijk gezegd, oké, als dat zo ligt, dan zie ik dat toch ook wel en dan moeten we het ook zo doen. Nou, ik werd 's ochtends vroeg om 5:15 opgebeld, dat zo ging dat in die tijden, door Max van den Berg, die mij meedeelde dat er een coup-poging was ondernomen de nacht daarvoor. Het deed aan Griekenland, aan de kolonelsregime denken. Dus als ik als de sodemieter wilde zorgen dat ik om 8:00 klaar stond, want er was een extra fractievergadering in Den Haag. En het was niet zozeer dat die coup-poging geslaagd was, maar het moest nu definitief afgedekt worden. In tegenstelling tot wat iedereen verwachtte eigenlijk, dat Den Uyl zou terugtreden, deed hij dat niet. En dat heeft geleid tot een afscheid van Den Uyl waarvan ik vind dat hij dat nou weer niet verdiend had. Dus hij had toen beter terug kunnen treden, vind ik nog steeds. En ik vind, achteraf gezien, dat we daar te weinig helder over geweest zijn. Hij zag er ontzettend tegenop om niet meer in dit soort verantwoordelijkheden te zitten. Daar zat hij vanaf de 60e jaren in. En hij heeft natuurlijk altijd nog de gedachte gehad dat er een tweede kabinet tot stand moest komen. En hij zag tegen het zwarte gat op. Hij zag er tegenop om niet meer die verantwoordelijkheid te dragen. En daarom wilde hij ook niet weg. Zij hebben daar recht op. Dat is onze taak. En dat kabinet Den Uyl, dat komt er toch. Diep in zijn hart ben ik ervan overtuigd dat hij het nog eindeloos had willen doen. Hij heeft mij wel eens gezegd dat geouwe hoer over dat ik al 65 ben of zo. Kijk eens naar de Gaulle. Kijk eens naar Churchill. Dus in heel Europa mag je wel 80 worden. Dus diep in zijn hart had hij het graag gedaan tot zijn 100ste. Daar ben ik van overtuigd. En zo bleef de oude vos, gesteund door al zijn kroonprinsen en met het nodige succes. Bij de verkiezingen in 82 deed de PvdA het weer uitstekend. Maar dat nam niet weg dat de nieuwe CDA-leider Lubbers liever met de VVD in zee ging. En de PvdA opnieuw voor 4 jaar, uiteindelijk werden het er zelfs 7, in de oppositie belandde. Andere partijen moesten de sociaaldemocraten simpelweg niet meer, met het gedram en het gelijk van hun verbeten voorman. Al in datzelfde jaar 1982 groeide daardoor het besef dat de partij haar strategie moest aanpassen. We zullen een beetje de kleur van de omgeving moeten aannemen, staat in de notulen van het partijbureau. De toon moest anders, de stijl. En ja, misschien dus toch ook wel de leider. Zo bleek met dat nachtelijke groepsgesprek van de ministers toch iets onherroepelijks te zijn gebeurd. De opvolging was van de baan, maar het woord was uitgesproken en niet meer onuitgesproken te maken. In de wandelgangen kwam een ondergrondelijk proces op gang van namen noemen, naar voren schuiven, inruilen voor anderen, weer laten vallen, maar natuurlijk niet hardop, want het was immers helemaal niet aan de orde. Een verziekend, slepend proces dat iedereen in de partij in de ban bracht van net die ene vraag die niet op de agenda stond. Meneer Den Uyl, is er een onderwerp waar u het liever niet over heeft? Nee hoor, ik wil over alles praten als het maar actualiteitswaarde heeft. Ik begrijp waar u heen wilt, uw opvolging. Nou, dat heeft toevallig geen actualiteitswaarde. En wie zag er nou zelfs een opvolger toe?
Ik weet niet meer van wanaf wanneer, maar vrij snel was daar in de naam van Wim Kok tussen ons beiden eigenlijk een hele aantrekkelijke kandidaat. Al in de jaren 70? Ja, of begin 80. Hè? Den Uyl had een lijstje. En dat lijstje was 1 kok, 2 kok, 3 kok. Je had er toen al een uitgesproken mening over. Namelijk? Wim Kok. Die stond voor hem op 1? Absoluut. En er was ook geen nummer 2. Het was Wim Kok. Laten we aannemen dat na de verkiezingen van volgend jaar uw kabinet de volle periode uitzit. Bent u dan in 1990 opnieuw beschikbaar als lijsttrekker? Uiteraard. Den Uyl wil dus niet weg en Kok wil nog niet komen. Intussen praat Den Uyl al sinds 1982 met de kroonprins die de steun heeft van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, Jos van Kemenade. Men dacht, die van Kemenade die rookte ook pijp en zo'n vader des vaderlands in feite, wat Kok nu ook is. Nou, wel goed gezien hoor. Geen opzwepende man. Absoluut een man overigens met ideeën, niet alleen maar technocraat. Maar veel realistischer, echt een bestuurder. Veel minder een artiest als Den Uyl. Nou goed, dus die kwam in beeld. Mijn standpunt was altijd, 1, ik vind niet dat ik dat doen moet. Ik ben er niet geschikt voor. Ik ben zo onbescheiden om te denken dat ik wel geschikt ben als fractievoorzitter en eventueel als premier. Maar ik ben geen lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Ik spreek grote delen van die partij niet aan. Ik heb te veel een intellectuele uitstraling, zou je kunnen zeggen. 2, ik vind dat Wim Kok het moet doen. Dat vond ik dus vanaf 82 al. Maar zei ik, als de nood aan de man is, als het niet anders kan, als Joop echt vindt dat hij terug moet treden en anderen zijn dus niet meer Wim Kok met name, is niet beschikbaar, dan doe ik het. Maar op voorwaarde dat de partijtop en met name Max van den Berg mij steunt, want ik had er geen enkele behoefte aan om ondertussen onderuit gehaald te worden. Als het in wezen gaat om het wetstechnisch vorm. Ik heb 1 gesprek gevoerd met Jos van Kemenade. En in dat gesprek moest ik dus zeggen, ik steun je niet, want ik wil Kok. Dat gesprek is denk ik een van de moeilijkste gesprekken geweest die ik überhaupt gevoerd heb. Eigenlijk wat moeilijk gesprek in mijn rol als partijvoorzitter. En toen zei ik, nou dan zijn we het dus eens, dan word ik het dus niet. Dan moet je niet langer zeuren, dan moet je ermee uitscheiden. Ja, dan kwam het weer terug en zo. Want het blijft wachten op Kok. Daarom wordt van Kemenade najaar 83 een nieuw plan voorgelegd. Of hij de volgende verkiezingen samen met Kok wil ingaan. Geleidelijk aan had de DB, Max van den Berg ook met name, gezegd, nou weet je wat, dan doen we het zo. Dan kondigen we aan dat er een ticket komt. Jij wordt fractievoorzitter en straks met lijsttrekkerschap van Kemenade 1, Kok 2. En dan vervolgens werd dat weer afgezwakt en werd gezegd, nou nee, want ik zei, ja, daar begin ik niet aan. Ik wil Kok inderdaad in de politiek, helemaal geen twijfel over. Maar ik vind dat je dat niet moet zeggen, want dat betekent dat je zoiets zegt van, ja, we moeten de schade verzekeren. Het is een constructie die misschien toen over tafel is gegaan, waar misschien over gepraat is, maar ik heb daar geen enkel herkenning bij. Het is geen serieuze optie geweest. Nee, wij wilden Kok als opvolger. Dan hebben we toch niet van Kemenade als opvolger. En Kok nog ergens in beeld houden als je van Kemenade opvolger maakt van Den Uyl, lijkt me verder gewoon de omgekeerde constructie van wat we gedaan hebben. We hebben met Max van den Berg gepraat. Ja. Die kan zich helemaal niks herinneren van die ticketgedachte. Ach. Nou, dan moet hij toch eens even. Dan heeft hij kennelijk geen aantekeningen gemaakt. En hij heeft echt niks gezien van de ticketgedachte, zeg. Die heeft hij in september 83 op tafel gebracht in dit gesprek bij Joop den Uyl thuis. Nee, zeg. Nou, geen flauwekul. Het plan was, van Kemenade 1, Kok op 2. Nee. Nee, kijk, dat verbijstert mij, hoor, als Max van den Berg dat zegt. Dat is een ernstig geval van geheugenverlies. Moet hij iets aan laten doen. Het was wat verward. Toch gaat het partijbestuur, waarin ook Felix Rottenberg zit, weer nieuwe gesprekken voeren. En weer met van Kemenade. Het is dan begin mei 1984 en over de opvolging van Den Uyl is nog altijd niets beslist.
Nu komt het edele spel van politiek. Het was dus niet zo dat Max van den Berg zei, jij mag het niet worden. Ik ben er absoluut op tegen. Veto en ik roep de partij bijeen. Nee, dat is een spel van loven en bieden, van onttrekkende beweging, van urenlange sessies waarin het verval langzaam boven komt. En zo van Kemen aan denkt, waar begin ik in godsnaam aan? Dus het wordt je gewoon niet aantrekkelijk gemaakt. Nou, toen heb ik de knoop doorgehakt na de bespreking op 5 mei. Maar dat is ook alsmaar doorsudderen en zo. En toen heb ik gezegd, nou moet het dus echt over zijn. Maar dat was dus al een jaar, anderhalf jaar aan de gang. En ja, dat wordt verziekend natuurlijk op een gegeven moment. En toen heb ik dus in dat weekend van 5, 6, 7 mei, 5 mei zaterdag, 6 mei zondag, 7 mei maandag, heb ik de knoop doorgehakt en de fractie op 8 mei medegedeeld dat ik niet beschikbaar was als fractievoorzitter en dat ik dus uit de fractie zou gaan, omdat ik daar ook, natuurlijk ook niet meer in kon blijven zitten. Waarom heeft hij het nou niet gedaan? Hij had er geen trek in. Kijk, dat heeft hij ook eerder gezegd. Hij vindt het geen aantrekkelijke functie. Maar ja, als de nood aan de man is, dan is het in de Partij van de Arbeid altijd zo, dan overweeg je dat. Ja, maar u zegt hij had er geen trek in, maar dat had u dus, had hij u kunnen antwoorden toen u een beroep op hem deed, overweeg het nou. Ja, en toen maar heeft hij gezegd, nou goed, dan wil ik het overwegen. Het is mijn vak om mensen die ergens geen zin in hebben ertoe te brengen, toch te eten en toe te happen. Opnieuw was daar het element bij Den Uyl dat hij eigenlijk in zijn hart, het is een beetje vergelijkbaar met dat eerdere onderdeel, vond Kok, maar hij vond het ook heel moeilijk om dat zo hard nee te zeggen, de verantwoordelijkheid tegenover Kemenade. Dus je kunt zeker zeggen dat ik ook die taak daarmee heb moeten opknappen. Dat moet je niet zelf doen, hoeveel. Misschien moet je dat zelf doen. Ik had achteraf veel eerder heel nadrukkelijk de knoop moeten doorhakken. Mijn vrouw heeft het ook voortdurend gezegd, dus kom nou toch. Heeft ze ook gelijk in. En het is een hele belastende geweest. In 85 heb ik een hartoperatie gehad. En oorzakelijkheid kun je nooit aantonen, maar ik denk wel dat het voor spanningen van 2 jaar daar een rol bij hebben gespeeld, ja. Ja. Ik spreek vandaag ook uit dat ik mij bemoedigd voel in de strijd waarin ik u heb voert te gaan door de beschikbaarheid van Wim Kok voor het Kamerlidmaatschap. Iedereen weet dat Kok daarin zeer afhoudend is geweest. Uiteindelijk, na een reeks van gesprekken die over een wat langere periode, in mijn eigen beleving stelt er nog meerdere jaren, maar misschien dat voor het echte soort gesprekken dat korter geweest is, is op een gegeven ogenblik aan keukentafels en uiteindelijk in de werkkamer van Den Uyl het laatste beslissend gesprek geweest, daarna nog telefonaat. Dus ongetwijfeld mensen die ook nog weer geraadpleegd zijn, daar heb ik allemaal geen zicht op, maar toen het verlossende woord van Kok, oké, ik kom. Alle succes bij het fractievoorzitterschap. Dank je wel. Ik geloof dat ik in mijn hele bestaan geen opgeluchte moment gehad heb van als partijvoorzitter aan toen. Want tenslotte had ik het ook wel heel ver laten komen. Als het toen ook mis was gegaan, dan had ik zonder kaarten gestaan. Slapeloze nachten gehad? Die hele week en die week daarvoor, ja. En zo kwam er een einde aan het lange wachten op Kok de Verlosser. Toen nog echt een vakbondsman, een man van links. Je kunt het je haast niet meer voorstellen als je hem nu in die double-breasted pakken ziet. Hij kwam binnen als een buitenstaander, dat is het merkwaardige. En daarom zijn we toch ook nog maar even naar het torentje gereisd om hem te vragen hoe de komst van de Verlosser er van zijn kant uitzag. Meneer Kok, volgens Ed van Tijn, Max van den Berg en Felix Rottenberg zag Den Uyl u al sinds de jaren 70 als de gedroomde opvolger. Wist u dat? Als zij dat zeggen, dan hebben ze daar zeker redenen voor. Er is in al die jaren in de kringen van de Partij van de Arbeid waarschijnlijk meer over mij gesproken dan ik vaak wist. En dat betekent dat in heel veel van de strategospelletjes die zijn gespeeld zijn, de filosofieën die hebben plaatsgevonden, waarbij mijn naam misschien ook wel eens onnodig over de tafel ging, veel over mij is gezegd, maar dat is vaak in slechts beperkte mate met mij gecommuniceerd. Zag u er tegenop om naar die slangenkuil in Den Haag te gaan? Ik vond dus dat begrip slangenkuil altijd wat overdreven. Hoe het echt werkte wist ik niet. Want ik was natuurlijk ingevoerd in Den Haag. Ingevoerd ook in
zeg maar, het politieke gebeuren, maar niet zozeer het partijpolitieke gebeuren. En het echte handwerk in de Kamer kende ik niet. Dus ik wist wel dat ik van een organisatie, waar als je eenmaal een besluit hebt genomen, dat besluit ook wordt uitgevoerd. En zo werkte het en zo werkt het nog in de vakbeweging. Ging naar een politieke omgeving waarin niet alleen binnen de Partij van de Arbeid, maar ook elders, toch ook meer een verzameling van individuen bezig is met vaak ook een agenda die door de dagelijkse actualiteit wordt beheerst, ook weer anders dan de vakbeweging. En ik wist, zonder dat ik het had ervaren, dat dat wel aparte eisen aan mijn vaardigheden zou stellen, die ik eigenlijk ook nog niet op die wijze had kunnen beproeven. De opvolging van de nou heeft jaren geduurd. Welke les trekt u eruit voor uw eigen opvolging? Ik denk dat iedere politieke carrière, wat betreft het begin en wat betreft de aanloop naar de afronding, op de eigen merites moet worden bekeken. Het is altijd leerzaam om in het verleden te kijken, om je heen te kijken. Ik heb mijn ogen niet in mijn zak. Ik trek natuurlijk ook voor mijzelf wel op een bepaalde manier lering uit wat er naar mijn bescheiden mening goede en slechte ervaringen waren. Maar wat betreft mijn verdere verloop, want daar bent u natuurlijk geïnteresseerd in, zult u dan toch echt nog even op de documentaire moeten wachten die dan op enig moment aan mij wordt gewijd. En die documentaire die zal er ooit wel komen. Dat kunnen we zelf nog wel eens doen. Maar het is toch de vraag of Kok als koel bestuurder voor het nageslacht ooit de faam zal krijgen van zijn voorganger. Den Uyl, verafgoot bij zijn leven, naderhand weer verguisd, begint de laatste tijd aan een nieuw leven als icoon van het verdwenen socialisme dat nog idealen had en hartstocht. En hoezeer de PvdA daar vandaag de dag weer behoefte aan heeft, kunt u straks zien in Zembla, dat gewijd is aan de actuele woelingen in de partij. Mag u niet missen. Vergeet u verder onze website niet, www.andretijden.nl, met veel details over de opvolging die wij hier niet meer kwijt konden. En volgende week zijn we terug met het 25-jarig jubileum van de Argentijnse Junta. Nog meer over Jorge Zorrilleta dan u nu al weet. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze.